heel leuk, heel gezellig. Het is ook wel grappig. Ik kan daar bijvoorbeeld weer dingen uithalen om goed te kunnen werken. Ze leren eigenlijk een andere kijk op leren. De Leren is Makkie website, die is ontstaan in 2005. En is bedoeld voor leerlingen om meer plezier en hulp bij leren te krijgen. Basisscholen kunnen het natuurlijk ook gebruiken, maar leerkrachten hebben behoefte aan een gestructureerde aanpak, aan een methode die ingebed kan worden in het onderwijs. En daar is de methode Leren is een Makkie werkboek voor bedoeld. Biedt de leerkracht mogelijkheden om de kinderen zelfstandig dingen te laten doen, maar ook groepsactiviteiten kunnen gedaan worden. We gaan voorstellen dat je een auto bent en je rijdt ergens naartoe om iets te leren. En dan ga je dus even bedenken wat voor merk je bent, wat voor type, wat voor kleur misschien. Misschien heb je daar wel ideeën over hoe snel je kunt gaan. Of dat je... Leerlingen hebben baat bij inzicht in hun leerproces. Het bevordert hun welbevinden en daardoor automatisch ook de resultaten. Ja, als je meer inzicht hebt in jezelf en hoe je handelt, geeft dat je weer meer mogelijkheden om het een volgende keer bijvoorbeeld op een andere manier aan te pakken. Nou, inzicht geven in het leerproces doen we via de auto-metafoor. De auto en het autorijden kun je heel goed gebruiken om inzicht te geven in vier essentiële pijlers van het leervermogen of LQ van kinderen. Want ten eerste heb je een strategie nodig om iets aan te pakken. Dus als je met de auto ergens naartoe wilt rijden, ja, dan moet je een route uitzien te stippelen. Andere pijler is natuurlijk ook motivatie. Hoe ga je om met dingen die je niet leuk vindt? Wat is motivatie eigenlijk? En kun je jezelf ook motiveren als dat nodig is om dingen te doen die niet zo leuk zijn, maar er nou eenmaal wel bij horen? Dan hebben we nog de pijler zelfredzaamheid, die te maken heeft met, ja, stel je voor dat ik pech onderweg krijg, wat zou ik dan doen? Ben ik dan in staat om zelf te handelen en zelf actie te ondernemen? Weet ik dan wat voor soort hulp ik eventueel erbij moet halen? En tenslotte de zelfbeeldpijler. Als jij weet wat jouw manier van leren is, als je weet hoe je hersenen werken, dan geef je dat weer meer kracht om in te zetten voor het leren. We moesten een auto gaan tekenen. En die kon dan heel hard, heel zacht, een beetje ertussenin rijden. En dat is dan een beetje je werktempo. Dan had ik een auto getekend die wel snel op kan trekken, maar niet soms. De motor heeft wel vaak kuren, zodat die dan aangestuurd wordt, zodat ik niet echt doorwerk. En je leert dat je sneller soms kan werken en dan weet je hoe je zelf gaat eigenlijk. Dan ga je denken, moet ik het sneller doen of is het zo goed? We gaan het vandaag eerst eens even over hebben dat we iets leuk of niet leuk vinden. Daarvoor heb ik voor jullie een werkblad. En dan mag je daaronder opschrijven bij B alles wat je niet leuk vindt aan dat vak. Het Leren is een Makkie werkboek bevat verschillende activiteiten die een leerkracht kan doen met zijn leerlingen. Een voorbeeld daarvan is de activiteit Kies zelf wat ik denk. Die sterk gerelateerd aan de pijlers zelfbeeld en motivatie. Want het begint eigenlijk met kijken naar van ja, hoe sta ik tegenover bepaalde vakken? Wat vind ik wel en niet leuk? En het maakt leerlingen ook bewust van dat negatief tegen dingen aankijken niet bevorderlijk is voor het leren. Dat je in de weg kan zitten. En dat je een keus hebt, dat je kunt kiezen voor een wat neutralere houding. Hoeft niet altijd meteen positief te zijn, maar dat zou natuurlijk nog mooier zijn. Zodat je daar weer toch met wat meer gemak aan kunt werken. Als, bijvoorbeeld als je Engels of rekenen niet leuk vindt, zou je dan voor dat vak zin kunnen maken? Kan dat wel gewoon, want als je dan gewoon goed je best doet, ga je het ook veel leuker vinden. Oké, okay, die vind ik ook een hele goeie. Dan moeten we eigenlijk gewoon doorzetten. Oké. Okay. Als je het niet leuk vindt, dan moet je gewoon verder werken. Doorzetten. Ons uitgangspunt is dat de grootste leerkracht in de leerling zelf zit en eigenlijk alleen maar vrijgemaakt hoeft te worden. En dat is ook waar Leren is een Makkie voor bedoeld was, initieel als website. Om meer kinderen de gelegenheid te bieden op eigen krachten verder te komen.
Dat is ook heel goed gelukt. Zo'n 100.000 kinderen per jaar vinden hun weg naar de website en worden daarbij geholpen. En nu kan dat dus ook binnen school plaatsvinden. De methode bevat een doorgaande lijn, dus is geschikt van groep 1 tot en met 8. En bevat ook 3 niveaus, zodat de leerling het op zijn eigen niveau kan doen. Het kan dus op verschillende manieren ingezet worden. Het kan in de klas, tijdens zelfstandig werken. Het kan met een activiteit gedaan door de leerkracht. Maar je kunt ook denken aan andere contexten, zoals een RT'er of intern begeleider die een kind ondersteunt. Je kunt denken aan ouderbetrokkenheid, dat ook ouders hun kind thuis kunnen ondersteunen met dit soort zaken. Ik zet het werkboek 1 keer in de week klassikaal in. Dan doen we ongeveer een les van 3 kwartier, 30 minuten. Daarnaast passen we het individueel toe tijdens de alledaagse lespraktijk. Dus tijdens rekenen of taal. Ik vind het een hele leuke manier van werken. Het materiaal is heel aansprekend, ook voor de kinderen. Zeker als je de website er ook bij gebruikt van leerisemakkie.nl. Daar kun je, spreekt de kinderen heel erg aan door de kleurtjes en de figuurtjes die gebruikt worden. En de lessen zijn heel praktisch. Je kunt er ook echt wat mee en je kan het ook echt gelijk toepassen op andere vakken. Bijvoorbeeld als je taal aan het doen bent. Dat je ook gewoon eraan denkt, oh, ik moet doorzetten, bijvoorbeeld. En dan bijvoorbeeld, oh, denk aan de positieve dingen daarvan. Kinderen kunnen dan gewoon beter leren en dan gaan ze ook beter hun best doen op school. Ja. Naast de basislessen kun je het eigenlijk compleet integreren in je lespraktijk. Dus het is meer iets wat er niet bovenop komt. Maar als je een les gegeven hebt, kun je het daarna heel erg goed toepassen bij rekenen of bij taal of bij wereldoriëntatie. Dus je kan dat overal koppelen.